Partner van Retail Rumble is Retail Park Roermond. Let's get ready to rumble! Welkom bij Retail Rumble, woonig zoals altijd aan de slag, gewoon bij een bedrijf op het retailpark in Roermond. En vandaag, ja, je hebt het al gezien, gewoon nog aan de slag met Kip, bij de KFC. Hi, ik ben Patrick. Goedendag. Hey, Ruud, ik kom me melden om een dagje mee te draaien hier. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de KFC überhaupt. Want ja, jullie zijn Amerikaanse keten, toch? Klopt, ja. Origineel wel. Ja, en want hoeveel KFC's zijn er in Nederland, weet je niet? In Nederland zijn er op dit moment 40. 40, ja. Oké, okay, ja. Dus het is echt alleen maar kip, hè? Kip. Een paar bijgerechten, zoals mais, koolsla, ja. Maar voor de rest is het alleen maar kip. En heb je nog nooit dat mensen hier binnenkomen lopen en zeggen, ja, hebben jullie ook iets anders? Kip in plaats van kip? Ja. Die je toch nog komen vragen, ondanks dat je het in de namen staat, ja, zeg maar. Ja, hebben jullie toevallig ook nog visfilet of noem maar op. Ja, die vraag krijg ik nog steeds. Dus het is er toch, ja. Nou ja, dat zul je altijd hebben inderdaad. Ja. Wat ga ik doen? Mag van ons kun je een burger maken en we gaan jou iemand in het ruif laten helpen. Nou, klinkt spannend. Hallo. Hallo. Hoi. Hey. Ik ben Patrick. Wendy. Hoi. We beginnen met de handen wassen. Draag aan hem. Ja, tuurlijk. Oh, we volgen wat gewoon voldoen, maar. Ja, onder is het knopje. Handen wassen. Ja. Papier. Heel belangrijk natuurlijk dat. Hey Wendy, je zegt handen wassen is belangrijk, snap ik. Mm-hmm. Maar ik had eigenlijk zelfs verwacht dat je handschoenen zou krijgen speciaal. Ja, het ligt eraan op welke afdeling je staat, wat je op dat moment mee bezig bent, okay. Hoe de handschoenen worden gedragen. Okay. Als er bijvoorbeeld koolsla gemaakt wordt, gemengd wordt, worden handschoenen gebruikt. Als je lobby ingaat voor te poetsen, worden handschoenen gebruikt. Als je wc's gaat controleren, worden de handschoenen gebruikt. Okay. En hier geldt hetzelfde in de keuken. Ja, dus er zijn een paar specifieke dingen waar dat wel voor is. Oké, duidelijk. Goed, nou dat is gewoon. Wat wil je gaan doen? Wat wil je proberen? Ik wil wel een burger maken. Of we ons willen doen. Ja, dat kan. Hier ligt het broodje, die pak je zo eruit en stop je zo erin. Eentje voor, eentje achter. Oké. Okay. Ja? Ja. We hebben hier een doosje. Hij is weg. Oh. Komt er zo weer uit. Oké. Okay. Wordt hij even lichtjes opgewarmd. Oké. Okay. Hoi. Ja? Hey. Even opletten, dit is de onderkant, dus dat komt de bodem. En bovenkant. Komt dan hier. Sausje erop. Een beetje? Ja. Zoiets. Ja. Goed zo. Mm-hmm. Sla erop op de onderste kant. Ja. Oei, is wel veel. Weer terug. Dan nemen we de rode tang. Pakken gewoon een vleetje eruit. Oh, want is dit allemaal. Oh, wacht, het staat erbij. Ja. Hier en staat dus de zinger en dan is dit de filet. Dat is een. Voor wie zijn we deze eigenlijk maken? Mag je hem zelf opeten? Voor mij mag je hem zelf opeten, dadelijk. Dan neem ik deze. De pittige. Ja. Gewoon erop? Ja. Onder, hè? Onder, ja. Hop. Ja, ik weet niet of de kaas op de burger wilt. Ja, zeker. Mag je daar een plakje kaas in nemen? Met de handen? Dat mag met de handen, want je hebt ze net gewassen. Ja. Ja. Op de burger. Op de burger. En dan doen we het doosje zo dicht. Alsjeblieft en smakelijk. Hij is geweldig. Goedemiddag, zegt hij maar. Hey, mag ik een zingerburger alsjeblieft? Een zingerburger? Jazeker, is geen probleem. Komt eraan. Alsjeblieft. Dank u wel. We kunnen weer verder met het volgende, hè? Ja, prima. Dan mag je deze headset even opzetten. Ja. Ja. Hallo, Charlie, breker, over. Oh, daar is nog niemand. Waar kunnen we zien of er iemand is? Oh, er is wel iemand. Sorry. Goedemiddag, welkom. Mag ik de bestelling aannemen, alsjeblieft? Medium hot wings menu. Met cola. Ja. Misschien nog mayonaise of ketchup voor u erbij. Nee, dank u. Dat was het over u. Dat was voor mij.
Dankjewel, wordt 6,45 mag ik doorrijden naar het raam als het lift. Ja. Wat heeft u te drinken? Grote cola. Grote cola. Ja. IJsklontjes even met schepje erin. Op de handen zetten en op de bel drukken. Ja. Doei. Alsjeblieft, het menu. En een drinken. Ja, smakelijk hè. Bedankt, tot ziens. Nou, wat kan ik nog doen? We kunnen de wc's gaan controleren. Oh, joepie. Handschoentjes. Alsjeblieft. Man, ik krijg ook al het leuke werk. Ja, ja, zeker. Laten zien. Het is niet altijd het leukste werk, maar het hoort er nou eenmaal bij. Altijd even van tevoren klopte op de deur, of als er iemand is natuurlijk. In dit geval niemand. Controleren altijd even de grond of alles schoon is. Even met een doekje eroverheen. Vandaar die handschoenen natuurlijk. Ja. Doet het ook nog. Doorspoelen. Er is er nog één. Ja. Even kijken. Ligt niks geks. Doekje. Doorspoelen. Ja. En dan nog. De invalide toilet, ja. Dus de invalide toilet en een verschoonruimte voor de kinderen. Oh, baby's. Ja. Even alles checken. Babyruimte, dat alles even schoon is. Gelukkig. Het valt al zich allemaal mee. C geldt hetzelfde. Even met een doekje even eruit halen. Even overheen vegen. Volgens mij is hij helemaal niet gebruikt, joh. Dat kan, maar toch doen we altijd eventjes eroverheen doorspoelen. Voor de zekerheid? Ja. Oké, dan kunnen we terug? Nee, we gaan altijd via de achterruimte de handschoenen uitdoen en direct de container in. Ja, want je wil natuurlijk niet langs de kip met deze... Je mag absoluut dus niet... Nee. Dat is duidelijk. En dan gaan wij lekker verder met de rumble. En in deze rumble-ronde gaan we natuurlijk strijden om kip. Dat lijkt me natuurlijk duidelijk. Onze kandidaat uit het ene is... Ik ben David uit Genk. Ja, en... Ik ben Jules uit Echt. Oké, nou, David en Jules die gaan tegen elkaar opnemen. En onze eerste ronde wordt een vragenronde. Nou heren, ik ga jullie 3 vragen stellen. Voor elke vraag die je goed hebt of waar je het dichtst bij zit, krijg je 5 punten. Hebben jullie hem allebei goed, krijgen jullie allebei de punten. Klaar voor vraag 1? Ja. In welk jaar is Kentucky Fried Chicken begonnen? Ja, laat het maar zien in de camera. 1973 en... 1960, dan zit jij het dichtst erbij, want het goede antwoord was 1952. Vraag 2 gaat over het aantal gerechten dat ze hier hebben, zonder te kijken hoeveel kipgerechten worden hier verkocht in de KFC. Kijk. 10 en 18. Nee, dat is wel heel enthousiast, maar zoveel kip bestaat er ook niet. Het zijn er 8, dus dan zit jij weer het dichtst bij. Geef jou 10 punten en jou nog 0, dus je moet even gaan bijtrekken. Ik kan misschien met de laatste vraag. De kip hier staat bekend om het specifieke aantal kruiden en specerijen die erin zitten. Hoeveel zijn er dat? 12 en 4. Dat gaat niet goed voor België, want het waren er 11. Dat betekent dat jij er alweer dichtstbij zit. Dus 15 punten voor Jules. In ronde 2 gaan we ook wat vragen doen, maar dan over het retailpark zelf. Aan welke afrit ligt het retailpark? ...14 en 31. Het correcte antwoord is, ik moet zelf ook even nakijken, 19. Dat betekent volgens mij dat Jules er weer het dichtst bij zit. Dus hij loopt nog verder uit met 20 punten. Vraag 2. Wat kost een uur parkeren op het retailpark? Het antwoord is 0 en 0. Dat is inderdaad correct, want dat kost hier niks. Dus hebben jullie allebei 5 punten. En vraag nummer 3 is, welke buslijn stopt hier voor het retailpark? Kijk, je bent met de bus gekomen. Ik ben vandaag met de bus gekomen. Ja, dat maakt het al wat makkelijker. Ja, jij bent duidelijk met de auto. Oké, nou, dan loop je toch nog een klein beetje in. En dat betekent dat jij 10 punten hebt. En
Jules 25. Maar goed, alles kan nog goed komen in ronde 3. En ronde 3 bestaat uit twee onderdelen. We gaan iets doen. Jullie beginnen zo dadelijk met het cupstacking, zoals dat officieel heet. Waarbij je dus van dat stapeltje een piramide maakt en dan weer heel snel terugzet. Ja, zoals dat meisje dat in de reclame dat ook zo snel deed. Die deed dat in 10 seconden. Ik gok dat jullie er iets langer voor nodig hebben. Maar wie hem het eerste opgebouwd heeft en weer teruggezet in een mooie piramide, die wint. En die wint 10 punten. Duidelijk? Ja. Klaar voor de start? Af. Ik voorzie een probleem. Dat gaat goed. Die is in ieder geval correct, die mag je weer terug afbouwen. En jij mist er één, oei, die helemaal onderop zit. Game over. Ja. Je was wel de snelste, alleen was het geen echte piramide. Nee, dat klopt, ja. Dat ging dus fout. Ja, helaas. Nou, goed nieuws voor jou natuurlijk, want ja, ben je weer een beetje bij. Dan kunnen we dus met genoeg spanning het laatste onderdeel in. Dat wordt bierpong. Ja, in dit geval kippong. Nou, bij bierpong, voor wie het niet weet, is het de bedoeling dat je het balletje stuitert één keer. En dat het daarna bij de ander in de bak terechtkomt. Voor elk balletje in de bak krijgen de kandidaten 5 punten. David ligt achter, dus die mag dan traditioneel beginnen. Je mag. Eerst is mis. Oeh. Ja. Eerste 5 punten zijn binnen, dat brengt de stand gelijk. Nu ligt hij 5 punten voor en de laatste bal. Dat brengt je op 30 punten en dan is nu de beurt aan Jules. Ik zou zeggen, trek je beste gekke pekken uit de kast, want hij hoeft er maar 2 te hebben om te winnen. Eerste niet. Tweede ook niet. Oh, hij zit erin. Oh, laatste bal. Oh, ho, 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 gelijkspel. Gelijkspel, dit geloof je toch niet. Dan wordt het tijd voor de golden goal. Nu mogen de kandidaten om de beurt gooien. En wie hem het eerste erin heeft, die wint. Jullie mogen allebei om de beurt gooien. Als jullie hem allebei erin hebben, gaan we verder. En we gaan door totdat iemand mist. Davidje, wil jij eerst? Mis? Oh, en hij zit erin! Hij zit erin! We have a winner! Ja, Jules. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik neem aan dat je heel blij bent. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, want dat had ik nog niet gezegd, maar dit was jouw kom. Oh. Maar nu gaan we hem ook nog vullen met kip voor je. Oh, dat is helemaal lekker. Nou, oké. Laat dan nog één stukje over voor David, toch? Ja, dat komt als poedelprijs. Dat komt helemaal goed. En natuurlijk hebben we voor u toe ook een kiekersvraag. Eindwoord is al langsgekomen in de uitzending. En de vraag is: hoeveel KFC's zijn er in Nederland? Stuur het eindwoord naar info@tvl.nl. En uit de goede antwoorden wordt een winnaar verloot. En hij kent gratis eten voor 4 personen die verdienen. Succes! De prijsvraag van vorige week ging over de Albert Heijn. De winnaar kent hier onder in beeld zijn. Gefeliciteerd met de prijs. Aha. Daar is de prijs. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Gefeliciteerd met je prijs. Dankjewel. Een burger vol met de kip. Ik heb er gemengd gedaan, dus van alles iets. Ja, het ziet er lekker uit. Ah, ja. Oké. Nou, helemaal goed. Nou, we hebben natuurlijk ook iets voor de tweede prijs. David, daar had je toch niet voor niks mee gekomen. Maar misschien dat je hem toch ook maar een stukje kip moet geven. Nou, veel leven. Hij wil ook de hele bak pakken. Nee, die vlieger gaat niet op. Nee, dat lijkt me weer een goeie. Iedereen blij, tevreden en vol met kip. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer bij Rito Rummel. Partner van Retail Rumble is Retail Park Roermond.